Op deze uitvinding is patent aangevraagd en het is gemaakt door 3 middelbare scholieren. Dat straks, maar eerst de andere highlights uit de wereld van de wetenschap. Er wordt druk gewerkt aan een computeralgoritme dat kan zien aankomen of iemand een ziekte krijgt. Een ziektevoorspellende computer dus. Hoogleraar Wiero Niessen werkt hieraan en laat zijn computeralgoritme leren door naar heel veel CT-scans en MRI-scans te kijken. En de computer leert zichzelf patronen te herkennen door al die scans te analyseren. Het kijkt daarbij ook naar oudere scans van mensen die toen nog niet ziek waren, maar later wel een ziekte kregen. En op die manier kan de computer leren welke patronen al vroegtijdig verraden dat iemand ziek gaat worden. Mogelijk zou zo uit hersenscans te voorspellen zijn dat iemand later dementie krijgt. En iets als aderverkalking, dat kan weer een voorteken zijn van een hart- en vaatziekte. Nou, voor al dat werk krijgt Niessen een prijs, de Simon Stevin Meesterprijs. Dat is de grootste prijs voor technisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Hij krijgt €500.000 om verder onderzoek te doen. Hoe ziet Pluto er van dichtbij uit? We kunnen er van alles bij bedenken, maar een echte foto is daar nog nooit gemaakt. Tot nu. De ruimtesonde New Horizons deed er bijna 10 jaar over om naar Pluto te reizen. Zo'n 5 miljard kilometer van hier. De afgelopen dagen kwam de ruimtesonde steeds dichterbij en kon zo een aantal mooie foto's maken. En dan blijkt dat Pluto iets groter is dan we altijd dachten. De komende maanden zullen er meer foto's naar de aarde worden gestuurd. We houden je op de hoogte. Hoe groot is de kans dat er een patent wordt aangevraagd op iets dat 3 middelbare scholieren in elkaar knutselden? 3 meiden van het scholengemeenschap het Hogeland in Amersfoort kregen dat voor elkaar met hun zogenaamde Blue Battery Project. Ik ben heel erg trots op mijn leerlingen. Als docent van deze middelbare school maak ik het ook niet vaak mee dat dit gebeurt. Dat er patent wordt aangevraagd op werk van leerlingen. We hebben eigenlijk niet zo heel veel patentaanvragen per jaar. Dat zijn er een klein aantal, minder dan 10. En het is eigenlijk heel bijzonder dat het nu geleid heeft dus tot patentaanvraag uit het werk van deze 3 scholieren. En daar zijn we eigenlijk heel trots op. Hey Lotte, Eline en Mai, wat hebben jullie gemaakt? Wij hebben een systeem gemaakt waarin je energie kunt opslaan. Elektrische energie kan je daarmee omzetten tot chemische energie. Chemische energie kan je makkelijk opslaan en dan kan je dan op het gewenste moment, als je het weer nodig hebt, kan je die energie weer vrijmaken in elektrische energie. Jullie hebben een Blue Battery gemaakt, maar wat kan je daar dan precies mee? Deze poster geeft eigenlijk heel kernachtig weer hoe het werkt. Een voorbeeld zou kunnen zijn van een toepassing dat er wereldwijd miljarden worden geïnvesteerd in duurzame energie, bijvoorbeeld windmolens, terwijl 's nachts er een teveel elektrische energie wordt geproduceerd door deze windmolens, die niet wordt afgenomen en dat is natuurlijk hartstikke zonde. Wat ons systeem kan doen, is 's nachts deze elektrische energie die over is van de windmolens omzetten in de vorm van chemische energie in onze Blue Battery. En overdag, wanneer deze energie wel weer nodig is, kan deze chemische energie weer worden omgezet in elektrische energie. En zo dus worden gebruikt door de huishoudens. Dus je hebt een veel hoger rendement haal je uit je investering in duurzame energie. Hier zie je eigenlijk de opstelling in beeld waarbij de chemische energie wordt omgezet in elektrische energie. Je ziet hier namelijk zuur in de basen, natronloog en het zoutzuur. Hier zie je het natriumchloride en hier het natriumsulfaat. Deze vloeistof worden allemaal in de stack gepompt. De stack is eigenlijk de naam voor de membranen die op elkaar gestapeld zijn. Hierin worden de ionen uitgewisseld en vervolgens ontstaat er dus energie, wat te zien is aan het brandende lampje. Ik denk het systeem dat mij, dus Lotte en Eline, hier hebben onderzocht, dat het straks in elk huishouden kan staan thuis. Het succes van Lotte, Mai en Eline gaat nog verder. Zij zijn uitgekozen om Nederland te mogen vertegenwoordigen in de Stockholm Junior Water Prize. Eind augustus gaat een vakjury hun Blue Battery vergelijken met ideeën van deelnemers uit zo'n 30 andere landen. Dit zijn 2 ratten wiens breinen met elkaar verbonden zijn via een breinimplantaat. De ene rat zit in Amerika en de andere zit in Brazilië. Als eentje informatie kreeg via een lampje, dan kon hij dat doorgeven aan de ander via zijn brein. Nu zijn de onderzoekers nog een stap verder gegaan. Ze hebben nu 3 apen op elkaar aangesloten met een breinimplantaat om daarmee een breinnetwerk te maken. En vervolgens lieten ze de 3 apen samen een virtuele apenarm besturen. Dit klinkt bijna te bizar om waar te zijn, maar het is echt uitgevoerd.
Er zijn geen videobeelden van dit onderzoek, maar we hebben wel een uitgebreid artikel hierover op onze website. Dus voor meer informatie kun je kijken op npowetenschap.nl. Tot zover de highlights van het wetenschapsnieuws van afgelopen week. Straks op deze zender de Universiteit van Nederland met daarin een lezing van Henk-Jan Honing. Hij vertelt in hoeverre dieren ook een muzikaal gevoel hebben. Wij zijn er in september weer en kun je tot die tijd niet wachten, dan kun je ook elke dag updates zien van onze wetenschapsredactie op npowetenschap.nl. Daar vind je ook de DNA-prijsvraag en het uitgebreide artikel over het bizarre apen-experiment. Voor nu een hele fijne zomer. NTR, speciaal voor iedereen.